Hij kan natuurlijk heel fijn stappen. Hij kan geweldig draven. Hij heeft een fantastische galop. Voorzichtige, fijne sprong erin. Ja, het is gewoon een geweldig allround paard. Ja, toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik wel van dit is wel echt iets heel speciaals. We zijn begonnen met een dressuurmerrie van de hengst Giribaldi. Toen hebben we Cortland erop gezet, een springhengst. En dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. En van daaruit hebben we weer met Cassantos verder gedekt. Omdat hij iets meer bloed vertoonde. En ja, dus ook sterk was en groot. Nou, als vierjarige dacht ik, het is toch iets meer een springpaard dan een eventingpaard. Maar toen de eigenaresse 2 jaar later bij mijn vader kwam trainen en mijn vader zei van nou, die gaan we nog een keer proberen. En toen ik erop zat, toen dacht ik echt van, nou, daar is hij echt voor geboren. Nou ja, als we natuurlijk een eventingpaard zoeken, dan hebben we het steeds over hoeveel bloed voeren ze. Maar wat het uiteindelijk natuurlijk echt om gaat, is de bereidheid om het voor je te doen. En dat is natuurlijk wat we zoeken en dat is wat Mario heeft. Hij is als 2,5-jarige verkocht aan Rian Meulendijks. En ik heb hem daarna nog in de gewestelijke kampioenschappen zien springen en dat deed hij fantastisch. Nou, als 6-jarige won hij gelijk zijn eerste wedstrijd bij de jonge paarden in België. En als 7-jarige deed hij ook telkens voorin mee. En toch besloot ik om niet naar de WK jonge paarden te gaan, omdat toen wist ik al dat dit mijn paard voor Rio zou gaan worden. Wat Bairo zo bijzonder maakt is dat hij zo uitblinkt eigenlijk in alle drie de onderdelen. Of het wel de dressuur is, het springen of het cross, maakt eigenlijk niks uit. En wat hem denk ik vooral het meeste toekomt is wel zijn nuchterheid. Omdat hij maakt zich nooit druk. En dat is wel echt iets uitzonderlijks voor een eventer. Nou, het belangrijkste van Bairo is natuurlijk dat op het moment dat het moet gebeuren, dan staat hij er ook. Dan staat hij er echt. En je zou willen dat alle paarden zo waren. Ja, ik ben heel trots erop. Echt heel trots op dat je in Rio loopt en dat hij het zo ver geschopt heeft. Ondanks dat Bairo 10 jaar oud is, denk ik dat hij er helemaal klaar voor is. En dat we samen toch wel iets bijzonders kunnen gaan neerzetten in Rio.